Hallo allemaal en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Actua. Met ook deze maand weer een frisse blik op de diergeneeskunde. We zijn vandaag 22 december, de feestdagen staan voor de deur. 2024 ook, maar we kunnen natuurlijk dit jaar, 2023, natuurlijk niet afsluiten zonder de laatste aflevering van onze podcast Actua voor dit jaar. Mijn naam is Michiel en ik ga naar goede gewoonte weer samen met mijn vader José Motte, in gesprek over de actualiteit binnen de diergeneeskunde, uh, om die te gaan induiken. Dag Pake. alles in orde? Alles prima, ja. Klaar voor de feestdagen? Dus, zeker, uh... zeker, zeker. Helemaal in feeststemming. Ja, want het is zondag het ons uh, bij u te doen, hè? Het is zondag uh, bij ons te doen en uh, ja, vanaf uh, na deze podcast trek ik mijn uh, kooktenu aan. Ja. ja, maar staat er voor op de menu of mogen we dat nog niet doen? Dat mee? is uh, geheim. Dat komt ja. nog niet uh, ter sprake. Nee. We zijn er al weken over bezig, maar we komen ja. er niet achter. Het nee, nee. zal zondag maar. duidelijk worden. Oké, okay, zo ja. so Goed. Um, jij zit ook deze warme maand. Heb je je ogen en oren opengehouden? Ja. Uh, zit je op zoek gegaan naar nieuwe feiten, nieuwe weetjes over de actualiteit uh, binnen de diergeneeskunde? Uh, en de onderwerpen die je deze maand wilt inbrengen zijn de volgende: consultaties online of telemedicine. Uh, wat vindt de eigenaar, de eigenaar daar nu zelf van? Bravecto Quantum, een nieuw product tegen vlooien en teken Australië. Ook voor Europa binnenkort? vraagteken. En Gilvetmap, een nieuw monoklonaal antilichaam. En of dit keer te gebruiken in de oncologie. Ja, dat klopt. Er zijn drie onderwerpen die ik, eh, <tossimus> ja, die ik dacht: die gaan vandaag wel interessant zijn, twee nieuwe producten. Het uh, is dus geen reclame. We zijn niet gesponsord door die firma's. Ja. Of het is eigenlijk eigenlijk één firma, MSD die beide producten op de markt brengt. Ja. Hebben er niks mee te maken. Weet zelfs niet of ze op de hoogte zijn dat wij dit gaan vermelden, maar ik vond het interessant om het hier te, te melden. En dan een mooie studie ja, over, over consultaties online, of telemedicine, uh, ja, een mooie naam. Uh, er wordt veel over gepraat in de dierengeneeskunde, zijn voor en tegenstanders. Maar wat vinden de eigenaar er nu zelf van? En dat is onderzocht geweest in, uh, in Canada. Uh, Oké, okay, goed. En die, uh, ik zou daar graag mee beginnen, ja. met, die, uh, met die studie. Dus uh, ja, sinds COVID uh, zijn we allemaal uh, meer gewend om uh, online met elkaar te communiceren. Mm -hmm. En dat heeft uiteraard ook zijn effect op de manier waarop dat wij de kliniek, uh, waarop dat wij daar werken. Ja. Nu, technisch is het vandaag perfect mogelijk, uh, voor de eigenaar, om ons uh, online te spreken. Om af te spreken, om een consultatie te boeken, om ons... Uh, ja, algemeen, dat kan via de telefoon gaan, dat kan via een Teams-meeting gaan, een Zoom-meeting. Uh, maar er zijn nog andere middelen. Hè? We kunnen, een, een e-mail is eigenlijk ook waarop dat wij dan uh, antwoorden. Um, dat is ook een, een vorm van, uh, van telemedicine uh, of, of, of gewoon via de GSM uh, berichten sturen. Nu, wat vindt de eigenaar daar nu van? Wel, uh, als we dat willen weten, uh, naar goede gewoonte, dan gaan we het gewoon vragen. En dat is wat deze groep uh, onderzoekers gedaan heeft. Ze hebben een, uh, meer dan 700 Canadese baasjes uh, ondervraagd van honden en katten. Uh, ik hoor je al zeggen, ja maar, uh, Canadezen, uh, laat ons eerlijk zijn, de wereld is uh, toch wel een zakdoek geworden en mensen zijn mensen, maakt niet uit waar. Nu, wat blijkt, dit uit, wat blijkt nu uit dat onderzoek? Van alle bevraagden bleek dat 86% reeds advies had gevraagd via de telefoon. Uh -huh. Iets meer dan de helft stuurde al eens een e-mail, maar slechts 5,2% had al een videoconferentie met zijn dierenarts uh, opgezet. Okay. Nu, 85% van de baasjes gaven aan een voorkeur te hebben voor face-to-face -face interactie. En dat is toch wel uh, interessant. Uh, als dat niet mogelijk was, dan had de telefoon de voorkeur. Maar na de telefoon volgde videoconferencing als tweede voorkeur bij maar liefst 61% van de ondervraagden. En daarnaast was er dus ook een groep, 32, uh, excusez, 23%, procent, die videoconferencing absoluut niet wilde. Dus eigenlijk wel een tweesplit. Enerzijds ofwel als tweede voorkeur, 61%, procent, maar dan toch een, een, een kleine kwart uh, die, die het absoluut niet zag zitten om via videoconferencing te, te werken. Nu, de twee meest voorkomende redenen waarom face-to-face -face nog steeds de voorkeur heeft waren de mogelijkheid om een betere connectie met de dierenarts te hebben, of toch alleszins in het oog van, van de eigenaar. Oh, dus. En de gemoedsrust die, uh, dat hun dier de beste zorg zou krijgen. Ja. Nu, deelnemers die de laatste zes maanden een virtuele consultatie hadden, waren daar niet, en, en waren, waren niet zo positief hierover. 33% zou het aanraden aan andere mensen, terwijl 35% het eerder zou afraden. Je kunt dat cijfer natuurlijk wel omdraaien. Er is altijd een groep mensen die die virtuele consultaties wel degelijk ziet zitten. Ja, maar het is een beperkte groep mensen. Nu, de bereidheid om een virtuele... Dit is interessant. De bereidheid om een virtuele consultatie aan te gaan... steeg met 32% telkens de deelnemer 10 jaar ouder werd. Of was. Daarnaast was ook de kennis van ICT in het algemeen een belangrijke factor. Dus naast de ouderdom was de kennis van ICT... Een belangrijke factor in het al dan niet prefereren van virtuele consultaties. Nu, om terug te komen op het effect van, van ouderdom, dat is toch wel interessant. Je zou het omgekeerde uh, verwachten: je zou verwachten dat millennials de grootste vragers zijn uh, voor virtuele consultaties, gezien zij toch die technologieën veel beter beheersen en, en daarmee opgegroeid zijn. Uh, maar volgens de auteurs, dat was dus hier bleek dus het omgekeerde, en volgens de auteurs. Uh, en volgens recent onderzoek, zijn het net millennials die een grote waarde hechten aan een goede persoonlijke relatie met hun dierenarts, omdat ze ook wel een heel hechte band met hun dier uh, zoeken, en dus ook een waarde hechten aan, aan, de, aan die band met die dierenarts. is dus toch weer allemaal uh, resultaten om, uh, ja, om, eens, om eens goed over na te denken. Het is een zeer interessante studie, ze werd gepubliceerd in, in de Jafma. Uh, wil je ze volledig lezen, stuur ons dan een mailtje, josé.at.vera.icon of info@vera-koppeltekenicon .be Oké, okay. interessant. Doen we meteen nadenken? Moesten we nu praktijk hebben over wat dan. zouden we het gaan doen? Zouden we het niet gaan doen? En op welke ja. manier zouden we het gaan doen? En, en ja, wat zijn de modaliteiten dan? Ja. ja, interessant. Brengt weer nieuwe inzichten ja. en, en nieuwe ideeën. Stof om over na te denken. Inderdaad. Ja. Oké, okay. merci. Goed. Um, Daarvoor het eerste puntje, denk ik. Ja. Dan kunnen we overgaan naar het tweede? Het tweede puntje en derde puntje zijn twee nieuwe producten. Uh -huh. We gaan beginnen met een product voor uh, vlooien en teken dat uh, in Australië geregistreerd is en misschien, misschien in, uh, in Europa ook binnenkort, wie weet. Ik vind het toch uh, interessant om hier te vermelden. We zeggen zeggen, weer een product voor vlooien en teken. Ja, maar het is een product dat een jaar werkt en het noemt Bravecto Quantum. Oké. Okay. Dus onlangs verscheen er in de journal uh, Parasites and Vectors een... Uh, een interessante publicatie over een nieuw antiparasiticum, Bravectal Quantum. Uh -huh. uh, in de studie werd het, de werking van het product getest tegen vlooien en teken gedurende, jawel, ik heb het al gezegd, een gans jaar. Het result, dat is heel lang. Ja. Vooral interessant in het licht van ja, de gebrekkige therapie die vaak toegepast wordt. Hè. We weten allemaal dat mensen niet het jaar rond behandelen tegen vlooien, uh -huh. uh, ook niet tegen teken, en dit zou er eventueel tegemoet aankomen. komen. Ja. Nu, het resultaat van de studie is dat het product inderdaad gedurende 12 maanden werkt, dat wordt aangetoond tegen vlooien en tegen de teken ripicephalus sanguineus. Zo. So. Ja, <laughs> dat wekt toch wel, dat wekt interesse. Uh, dus dan ben ik op internet gaan zoeken en inderdaad, Bravecto Quantum is geregistreerd in Australië tegen vlooien, vlooienallergie dermatitis en dus ook tegen de teken ripicephalus sanguineus en Ixodus holocyclus. De teek die in Australië veel voorkomt en voor paralyse zorgt. Nu, Prevecto Quantum is, uh, dat kennen we allemaal, is gebaseerd ook op het fluoralanair. en is van MSD, zoals ik daar straks al zei. Naast het feit dat het product een jaar werkt, is het dus ook nieuw. Is nieuw dat het een in injecteerbare vorm beschikbaar zal zijn. Dus een spuitje voor een jaar bescherming tegen vlooien en tekenen. Dus. Het duurt ongeveer drie dagen voordat het volledig werkt, maar de doeltreffendheid is dus een gans jaar. En dat is toch ook wel innovatie die we hier graag vermelden. MSD werkt er, zo staat op de website, naar eigen zeggen uh, aan om dit product ook in andere delen van de wereld beschikbaar te maken. Of Europa bij die andere delen hoort, weten we niet, wordt vervolgd. Ik ben vooral benieuwd om te zien of er ook werking tegen de take Ixodes ricinus, toch onze belangrijke take, zal aangetoond worden. Met toch een jaar als werking? Ja, zeker nog. Zeer maar, interessant. Dat is toch wel uh, lang. Ik ben blij dat ik de naam van de teken heb moeten uitspreken. Ja, by the dat, way. Ja, ja. <laughs> maar goed, MSD heeft niet stilgezeten, want ze komen nog met een ander product, namelijk Gilvetmap. Eh, een nieuw monoclonaal antilichaam. Um, en ja. de studie ging over of dit ook eh, om te gaan gebruiken ook in oncologie. Ja, uh, dit keer gaat het puur in oncologie. het is ja. een uh, monoclonaal antilichaam, dus nog een nieuw product van MSD. Um, ik heb eigenlijk wel de indruk dat de top 5 farmabedrijven zeer actief zijn met de uh, introductie van nieuwe geneesmiddelen. Um, daar komen er nog uh, volgend jaar uh, en dit is ook weer zo'n uh, mooie innovatie. Nu, het het uh, vorige uh, product, uh, dus de Bravecto Quantum, werd uh, tot nog toe enkel gelanceerd in Australië. Dit product, op basis van GILVETMAP, uh, is voorlopig enkel geregistreerd in, in Amerika, in de Verenigde Staten. Wat is het? Het is een MAP, dus een monoclonaal antilichaam. Uh, een MAP dat dienst doet do als checkpoint-inhibitor in de oncologie. Wat is dat? Hoe werkt dat? Checkpoint inhibitors uh, die worden gebruikt om CD8 plus cytotoxische T-lymfocyten actief te houden binnen het micromilieu van een tumor. Uh, wat betekent dat dan? bepaalde tumorcellen kunnen met bepaalde eiwitten bepaalde T-cellen als het ware in slaap doen uh, wanneer deze de tumor naderen. Mm -hmm. uh, en zo'n eiwit is, is het, uh, een van die eiwitten is wat we noemen het programmed death ligand 1, PD1. Uh, dat wordt dus geblokkeerd door vetmap. Waardoor de cytotoxische T-cell zijn werk kan blijven doen. Uh, interessant toch. Nu, zoals gezegd, GILVETMAP is voorlopig enkel beschikbaar in Amerika. Uh, en enkel voor oncologen zal daar enkel beperkt beschikbaar zijn. Uh, het is aangewezen bij mastceltumoren en bij melanomen. Uh, hopelijk krijgen we ook hier weer ja, iets meer nieuws over uh, eventuele registratie in, uh, in Europa. Maar toch ook weer zeer interessant. Ja, zeer interessant product. Het is dus al gelanceerd in Australië, maar het is nog niet zeker of het naar Europa gaat. Nee, komen. daar heb ik geen, uh, geen informatie over ja, gevonden. Dus net zelfs met Bravecto. Dus, uh, ik zou content, zeggen: ja. we gaan uh, mensen van MSD stalken. Ja. Uh, om te weten te komen of dit ook in Europa beschikbaar zal worden. Ja, zeker. De moeite waard om een berichtje te sturen, alleszins. Ja. Goed, super interessant. Merci. Um, dat waren de drie puntjes denk ik dan, terwijl je nog dingen toe te voegen hebt En anders kunnen we over naar de agenda puntjes voor, ja. Uh, ja, Het zal 2024 worden denk ik hè? Die nu Dit is allemaal, de ja, de zei de, dat er nog snel snel iets georganiseerd wordt ja, Dat zit niet, er waarschijnlijk in. niet Waarschijnlijk nee. niet Goed um, Misschien beginnen met het eerste puntje, ja. want heugelijk nieuws Ja, voor mij toch uh, Er komt een nieuwe opleiding uh, dierenwelzijn, dierenrecht en uh, ethiek uh, in 2024 Wat is de achtergrond? In 2020 werd een onderzoeksproject opgestart door de KU Leuven en UGent rond deze thema's, namelijk dierenwelzijn, dierenrecht, dierenethiek. En uiteraard is onze faculteit in dat project betrokken. Mm -hmm. Nu, wat is het doel van dit project? Uh, met het project wil men het houden van dieren door mensen uh, onderzoeken, evalueren en volgens eigen zeggen op een creatieve en genuanceerde manier. Uh, tegelijk willen ze dus ook het maatschappelijk en politieke debat stimuleren, uh, telkens met het dier als uh, centrale uitgangspunt. Het is dus een samenwerking tussen onze faculteit van, van de UGent... en faculteit Rechtsgeleerdheid... faculteit uh, Theologie en Religiewetenschappen... en de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen... allemaal, de laatste dan, hè, van de KU Leuven. Het is een lessenreeks, bestaat uit twaalf lezingen... die uh, alternerend in Leuven en in Gent zullen uh, gegeven worden. Uh, de eerste les is voorzien op 14 februari. Van, We gaan altijd en... s'avonds door. <laughs> uh, en het leuke is dat je ook... Uh, online kan volgen of de opname op een later tijdstip kan uh, bekijken. Mijn mening is dat prijs nooit een rol mag spelen... in het volgen van een bijscholing uh, of niet, als die maar interessant mm -hmm. genoeg is. Maar hier uh, ja, moet ik toch vermelden dat de kostprijs slechts uh, 100 euro is. Dus eigenlijk kan prijs hier absoluut geen afknapper dat zijn. Dat valt de reuze mee. Hè? Dat ja. valt helemaal mee, dus zelfs meer dan meevallen. En mm -hmm. trouwens, uh, je kan zelfs gebruik maken van KMO-portefeuille... Uh, waardoor je nog een extra korting van 30 euro krijgt. Ben je geïnteresseerd? Neem dan een kijkje op de webpagina van uh, law.kuleuven.be. Dus law.kuleuven.be. Of stuur ons een mailtje, dan sturen wij de link wel. Uh, ik heb de onderwerpen alvast bekeken en het is echt wel interessant. Uh, ja, ik denk als dierenarts, ja, we zijn toch dagelijks met die onderwerpen bezig. Zeker als je in de praktijk zit. Uh, maar ze bespreken en perspectieven krijgen van andere vakgebieden hierop kan niet anders dan je gezichtsveld verbreden. Ik heb me dus ingeschreven en ik hoop dat er nog vele zullen volgen. Ja, super interessant, heel goed initiatief denk ik dat we daarmee komen en uh, misschien ook wel goed. Dan kijk ik uh, naar een mail daar om uh, de link toe te voegen onderaan de podcast in de beschrijving. Dat kunnen we wel eventueel ja. doen. Absoluut. Uh, dus daar kunnen mensen ook wat de link terugvinden. Hè. Goed. Um... Ja, we hebben nog een paar agendapuntjes. Niet onbelangrijk. Niet onbelangrijk, moet het nog gezegd worden. Hè? We hebben het al verschillende keren vermeld, maar wij zijn er toch zo fier op. Wij organiseren een opleiding pijnbestrijding. Uh, uh, drie dagen, enkel pijn. Uh, alle aspecten gaan belicht worden. Uh, niet alleen farmacologische behandeling, de laatste nieuwigheden. Wordt helemaal breed bekeken. Maar ook hoe herken je pijn? Wat is de invloed van pijn op gedrag? Wat is de rol van fysiotherapie bij de behandeling? Voedingssupplementen? We hebben een vol programma, we hebben topsprekers van bij ons, van uh, het buitenland. Echt, echt tof. Ik kijk er helemaal naar uit. Ja, wil je meer informatie hierover? Kijk dan even op onze website. We hebben het verschillende keren al het programma uh, uitgelegd. Het programma is daar ja, helemaal uh, goed te bekijken op ja. onze website www.vera-icon. Uh, be. Je kan je daar ook inschrijven. Vergeet niet, als je inschrijft, ook gebruik te maken van KMO-portefeuille. Geeft toch gauw een ja. korting van 30%. Um, en voor degenen die zich inschrijven, kunnen we nu melden dat er achteraf, na deelname, een bijkomende korting is. Uh, via libervorm kan verkregen worden, maar ja. dat krijg je dan wel. Dat geven we wel tijdens de, tijdens de opleiding die informatie. Ja, dus ja, ja, Nog een warme oproep. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. We, we limiteren ze tot veertig. We willen echt een kleine groep met heel veel interactie. Um, en dat gaan we krijgen. Daar ben ik zeker van. Ja. Dat denk ik ook. Met sprekers ook. En misschien goed om te vermelden, want ja, onlangs hebben we natuurlijk ook een webinar opgenomen. Hè? Of ja. Pijnmedicatie. Hebben. Mochten mensen nog niet over thuis zijn of zeggen van, hé, hey, waar gaat het nu precies over gaan? Dit en nog uh, veel meer. Ja, ja, inderdaad. Dat was een webinar die jij hebt opgenomen. Ik denk nu twee weken geleden. Met meer dan 160 mensen 190, die zich ingeschreven 190? Ja, ik heb daarna niet meer gekeken. Maar. Ja. Um, dus ja, 190 mensen die zich ingeschreven hadden ongeveer. Um, ja, super interessante webinar. Heel positieve feedback ontvangen. Uh, en die staat op ons YouTube-kanaal. Kijk ik weer naar daar. Die is beschikbaar. Die is vrij beschikbaar. Dus die ja. kunnen mensen weer gaan uh, kijken. Um, en die ging over pijn, medicatie. Um, en bij bezoek aan praktijk heeft dat toch, ja, heb ik toch te, te horen gekregen dat dat veel teweeg heeft gebracht. Ja, um, klopt. Dus dat is mooi. Ja, heel interessant. Goed, dan gaan we naar het derde puntje. Het jaarlijks congres van SAVAP. Ja, SAVAP organiseert uh, opnieuw zijn congres. Um, de eerste weekend van maart, denk ik dan. Dus 29 februari, 1 maart. Uh, twee dagen. Het gaat dit jaar over cardiologie. Ook mm -hmm. een van mijn. Uh, Lievelingsonderwerpen, uiteraard. Uh, met zeer goede sprekers, uh, ook weer van binnenland, buitenland, echt een mooi, mooi programma samengesteld. Uh, met onder andere ook uh, onze eigen Pascal Smets. Ja. Uh, zoals gezegd, gaat door op 29 februari en 1 maart. Ik denk in Groot-Bijgaarde, ik ben vrij zeker. Ja, uh, klopt. En, uh, dus 29, maart, 29 februari, 1 maart. En uh, ja, wil je meer weten, uh, ga even, uh, wil je het programma bekijken. Ga dan naar de website van SAVAP, zou ik zeggen. Ja, goed. En aansluitend daarbij, want het is in hetzelfde weekend... ...organiseert VersaVet um, een, een congres... ...niet over cardiologie, uiteraard, maar wel over gastroenterologie. Dus iedereen die geïnteresseerd is in maag darm gaat naar Gent. Iedereen die geïnteresseerd is in cardio gaat dat weekend naar groot bijgaarden Dus om terug te komen op VersaVet, um, congres over maag darm ...ook weer hier met topsprekers binnen en buitenland... Ik ben ik ben een beetje eentje. beschaamd. Ja, ik ben een beetje beschaamd om dat te zeggen dat niet. er topsprekers zijn, dat ik er zelf eentje zal zijn. Ja. Maar toch een, ja, een mooi programma. Zeker. Ja. Dus zoals gezegd, gaat door op 29 februari, 1 maart. Gaat door in Gent. Wil je meer weten? Contacteer dan Joris de Swert. joris.deswert.anicura.be. Ja. Of druk. kijk, uh, als je geabonneerd bent op onze magazines, de flyers van, beide, van alle drie de congressen, zowel de pijnopleiding als het savap congres en het, uh, laten we zeggen, het versavet uh, congres ja. uh, Daar zit informatie in uh, bij de magazines die gisteren verstuurd zijn, dus binnen enkele dagen bij jullie in de brievenbus vallen. Ja, klopt, inderdaad. Het wordt een druk weekend. Ja. Goed, oké. Okay. Top. Ik weet niet dat of je was... nog andere puntjes hebt. Uh... Nee, dat was voor mij. Uh, Vond wat wel ik weer wel mede. Interessant. Uh aflevering vooral het stukje met telemedicine daar moet ik toch nog eens over gaan nadenken daar ben ja. ik, uh, het is altijd zo e-puntje waar ik bij blijf hangen dit keer is dat telemedicine goed dan kunnen ja. we hier gaan afronden denk ik denk dat we aan het einde komen van de podcast ja. actua de laatste van dit de jaar laatste. Uh, en dan kunnen we alleen maar een warme oproep doen naar iedereen thuis hè. zie of hoort je iets uh, waarvan je zegt hey dat moeten we eigenlijk allemaal wel weten dat is super interessant ja, stuurt gerust door naar ons, naar info at vera icon.be En dan kunnen wij het meenemen naar de uh, ja, volgende aflevering van onze podcast Actua. Die zal in januari al, uh, alweer opgenomen worden. Um, en ja, zoals elke maand sluiten we ook deze podcast af met een van de honderd adviezen. die het EVM heeft gekoppeld omtrent uh, wellbeing in de praktijk. En die luidt als het volgt: Creëer een visie voor jezelf voor vijf of tien jaar. Op professioneel en persoonlijk vlak. En durf jezelf ook de vraag te stellen: brengt het werk dat je doet je ook dichter bij die visie? Iets om over na te denken in de komende twee weken. En hopelijk mogen jullie ook genieten van vakantie. Zo ja, geniet ervan. Hele fijne feestdagen. En uh, tot volgend jaar. Bye bye. Bye bye.